Holy hell. Had ik al gezegd, don't try this at home? Word ik nu dun? Hallo lieve mensen, leuk dat je kijkt. Een nieuwe video. Na al die serieusheid van de afgelopen video's, vond ik het wel weer tijd voor een OG, dit gebeurt als. Zoals je ziet ben ik niet thuis, ik ben ook niet in Nederland. Ik ben namelijk in Vermont, Burlington. Omdat ik ben uitgenodigd door Ben & Jerry's om naar hun hoofdkantoor en fabriek te komen kijken. En te zien wat zij allemaal doen. En natuurlijk waar dat heerlijke ijs vandaan komt. FYI, ik word niet betaald voor deze trip of deze video. Wel krijg ik het hotel en de vliegtickets gratis. Het experiment van vandaag moet geen verrassing voor je zijn. Ik ga namelijk een hele dag op ijs leven. Nee, niet zo. Morgen is dag. Morgen ga ik een dag lang op ijs leven. Dat betekent dat ik nu nog even snel een salade binnenhark. En we kunnen ook meteen de video voor de dag daarna alvast aankondigen. Namelijk, dit gebeurt er als je een dag op de wc zit. Ik hou van Ben & Jerry's, daarom ben ik überhaupt ook meegegaan op deze trip. Mijn favoriete smaak is de vegan peanut butter en cookies. Die echt kan ik altijd eten. Wel heb ik nog een suggestie voor hun logo. We gaan beginnen. Klagen over misselijk zijn in 3, 2, 1. Hallo, goedemorgen. Het is vroeg. Ik heb nog geen honger, maar het lijkt me goed om zo wel alvast even een pintje te halen tegenover mijn hotel's supermarkt. Dus stop. Maar om de dag in goede, vrolijke sferen te starten, net als waar ijs natuurlijk voor dient, dacht ik, laat ik beginnen met een gezichtsmasker. Yes, dit is awesome. Love, peace and happiness. En rainbows. Nou, terwijl jullie genieten van dit super moisturized hoofd, probeer ik niet dood te gaan. Terwijl ik naar de Target ren voor mijn eerste pint ijs. Ik heb net al eventjes gedoucht. Ijskoud natuurlijk. En make-upje opgedaan. Klaargemaakt voor de dag. Benieuwd wat ze bij Target hebben. Wat een teleurstelling. Ze hadden gewoon geen Ben & Jerry's. Slechte winkel. Slechte winkel. Oké, ik ben inmiddels in Burlington, het stadje. En ik ben bij de Ben & Jerry's Flavor Shop. Waar ik ontbijt ga halen. Nou jongens, wat is ontbijt zonder koffie? Ik heb een koffie-ijsje met espresso bean chunks, geloof ik. Dus, dat wordt mijn eerste ijsje. Nu heb ik er nog trek in. Kijk, ik ben de Titanic. Ik ga tegen die ijs in. Bij koffie hoort taart. Tenminste, dat zegt mijn moeder altijd. Iedere excuus om taart te eten is er één. Ja mam, ik weet dat je kijkt. Ik weet dat ik gelijk heb. Dus ik heb deze coconut 7 layer vegan smaak, non-dairy dus. Hij is niet in Nederland te koop. En we gaan nu uitvinden of dat heel jammer is. Oké, ik zou echt willen dat ik dit met jullie allemaal kon delen, want kijk dit, gewoon die chunks en die cookie dough en hier de... De smudginess dingetjes. Holy hell. Overigens, leuk om te vertellen. Ik heb gisteren geskyped met de Jerry van Ben & Jerry's. Ik bedoel, goals, toch? We mochten hem dus ook allemaal vragen stellen. En dat was geweldig. Ik heb ook een vraag gesteld en die ga ik je nu laten zien. So yesterday we heard a lot about sustainability and how Ben & Jerry's working on sustainability and carbon emission stuff. Is that something you think about in your personal life as well? It is something I think about and try to do, but I don't do it any more than the average generally concerned person. So I'm not a real environmental activist. And you know, I tend to believe that the most impactful thing we can do is to get
big companies and governments to change what they're doing. I think individual activities are important, but I don't think everybody deciding that they're gonna wash their clothes in cold water is gonna have the same impact that giant industries in this company, in this country and around the world can have. Alsof dat nog niet genoeg was, hebben we deze persstrip afgesloten met een certificaat die ook ondertekend is door de echte Ben & Jerry's. Dus dat is wel echt super leuk dat ze zoveel persoonlijke touches doen aan de persstrip. Wist je trouwens dat als je het woord you vervangt door ice, dat het eigenlijk gewoon altijd werkt met liedjes? And I will always love ice. Baby, I'm too lost in ice. Never gonna give ice up, never gonna let ice down. I was made for loving ice cream, I was made for loving ice. I've been thinking about ice. Zo, raad eens even waar ik ben. Dit is de fabriek van Ben & Jerry's in Waterbury. Hier was ik eergisteren ook vanwege de persrit met Ben & Jerry's die we hebben gedaan. Maar ik ben er nu wel eventjes terug om iets anders te doen. Iets heel speciaals, iets unieks wat ze speciaal voor mij hebben geregeld. Dat ga ik je zo vertellen. Maar eerst wilde ik jullie nog eventjes dit zien, want ik heb het al op mijn Instagram stories gezet. Als je me nog niet volgt, moet je volgen. Ik doe hele leuke dingen. Dus dat vonden mensen zo leuk om te zien. Dus ik denk, ik laat het ook eventjes aan jullie zien. Komt-ie. Dit is de welbekende Flavor Graveyard van Ben & Jerry's. En dit is dus de begraafplaats voor alle smaken die Ben & Jerry's niet meer heeft in de winkel. Die zijn gestopt om, ja, kan allemaal redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed genoeg verkochten. Of misschien omdat bepaalde ingrediënten niet meer leefbaar waren. Of dat het misschien gewoon een limited edition was. Allemaal verschillende redenen. Maar ja, ik vind dit zo hilarisch. Het is gewoon een hele toffe manier om als merk eigenlijk ook je failures te celebraten. Dat klinkt echt super kut. Marije praat Nederlands. Je mislukkingen te vieren. Of mislukkingen. Nou ja, ja, oké. Okay. Ja, mislukkingen. Dus. Mocht je denken, waarom heeft ze zo'n raar pakje aan? Ik ga mijn eigen smaak maken hier bij Ben & Jerry's. Ja. Hier hebben we Bethany en die gaat mij helpen hiermee. Ik ben zo excited. Wordt meteen even flink aan het werk gezet hier. Perfect. Oh my god. Ja. Yeah. Okay. Ah, nu wordt het leuk. Yeah. Perfect. Oké, we zijn inmiddels aangekomen bij de basis voor het ijs. Dat is milk. Nederlands bereid. Melk, suiker, room en twee stabilisators. Perfect. Smaal, wat doe je dit? Oké, volgende stap. Walnoten. Heerlijke walnoten. Denk je dat dit in het vliegtuig past? Perfect. We zijn klaar. Dit is het geworden. Maple walnut. Are you happy? So good. Mm. So good, jongens, so good. Okay, so Will's been taking my pictures, but he has some awesome jokes as well. Tell me one. Oh, absolutely. So do you know why the cows here are actually our best employees? Tell me. You know what, you gotta hand it to them. They're always outstanding in their fields. Ha ha, thank you. Yes, absolutely. Thank you, Bethany. You're welcome, it was so much fun. Yeah. Het is wel weer zo lekker. Maar echt. Ik ben even in een cafeetje iets drinken. Want
Ik bedacht dat ik helemaal niet had gedronken vandaag. Vet slecht. Dat zal niet helpen bij hoe ik me nu voel. Oh ja, ik ben trouwens weer in Burlington, in een stadje, terug. En ik ga zo even een diner kopen. En dan ga ik thuis, denk ik, even chillen thuis in de hotelkamer. Zo, daar ben ik weer. Met het avondeten. En voor het avondeten heb ik gekozen voor een heerlijk zeebanket. Fruit de la mer, ook wel genoemd. Fuck, hoe heet die ook weer? Fish food. Ik weet niet precies wat erin zit. Het is chocoladeijs in ieder geval. Met brokken, uiteraard. Oh ja. Oeh, er zit iets van brownie chunks in of zo. En ik kan dit niet eten als ik de camera vasthoud. Wacht. Oeh, en er zit karamel in. En marshmallow fudge. Mmm. Oké, ondertussen laat ik jullie alvast even mijn dessert zien. Dat is namelijk een lekker fruitplateautje met als basis kers. Dit is namelijk cherry quercia. Dat is echt een van de top sellers in Amerika. Ik heb nog nooit gehad, ik hou helemaal niet zo van kersen, dus... Oeh. Er zit een soort van... Ken je die vruchtjes die je wel eens in de cakes doet van die cakevruchten? Oké, ik weet niet hoe dit heet. Ik ga dit opzoeken en in beeld ploppen. Maar daar smaakt het naar. Mm, als kind vond ik dat echt heel lekker. Kersen en vis, dat was hartstikke gezond toch? Word ik nu dun? Oké, ik ben zo intens misselijk. Ik ga nu naar mijn hotel lopen, wat 45 minuten is, maar I need it. I need even gewoon bewegen. Ondertussen kan ik jullie lekker vermaken met nog een leuk feitje. En dat is dat, je kent vast wel die caramel core smaken van Ben & Jerry's. Dat ze zo'n core van iets à la fudge of weet ik veel wat in die smaak hebben. Dat wordt dus gedaan met een worstvulmachine. Ja. Je mag hopen dat ze die van tevoren schoonmaken. Oké, even met mijn mobiel filmen, want mijn camera zit in mijn tas en ik heb gewoon niet de energie om die eruit te pakken. Dan weet je dat de struggle real is. Ik ben echt aan het trillen, jongens. Had ik al gezegd, don't try this at home? Tering. Zo, terwijl de zon vredig ondergaat en mijn haar klaar is met vandaag, heb ik nog één laatste snackje, avondsnackje, een licht snackje, peanut butter dough, dat klinkt al fantastisch, chocolate with gobs of chocolate chip peanut butter cookie dough, halleluja. Conclusie van de dag, doe dit ook, doe dit niet. maar ook dat mensen vragen me vaak na bijvoorbeeld een week een bepaald dieet of een dag op M&M's van ben je aangekomen? En ik wil daar gewoon over zeggen dat, weet je, net als dat je van één dag salades niet meteen helemaal gezond gaat worden, ga je van één dag slecht eten niet meteen helemaal ongezond worden. Hoewel ik het natuurlijk nog steeds niet aanraad. Ik heb nu natuurlijk de hele dag ijs gegeten en dat is natuurlijk niet goed voor mijn lijf. Maar als ik dan ook weer daarna luister, naar mijn lijf dus, dan heb ik zo'n zin in salades en dingen die voedzaam zijn. Gewoon groenten en vezels en dat soort shit. Gelijk gewoon ook de reden waarom ik nooit diëten aanraad. Omdat ik gewoon hoop dat jullie leren vanuit je... Ja, vanuit luisteren naar je lichaam te werken. Dus als je houdt van je lijf en het beste voor je lijf wil, dan ga je automatisch gezond leven. En als je de hele tijd forceert van ik moet van alles en ik moet salade of ik moet weinig eten, ja, dan wil je alleen maar meer en slechter. Dus werk vanuit lief zijn voor je lijf. Dan ga ik even een chunk zoeken, want daarvoor komen we hier natuurlijk. Oh yes. Oké, ik ga nokken. Ik hoop dat ik een beetje ga slapen met al deze suiker door mijn lijf stromend. Oké, jullie bedankt voor het kijken. Ben & Jerry's bedankt voor mij uitnodigen hier naartoe. En...